Er waren al eerder signalen dat het niet goed ging met Rob de Nijs, maar uiteindelijk viel in 2019 het zware verdicht, de zanger leed aan de ziekte van Parkinson. Eén moment zorgde voor een pijnlijke keer. Rob's val tijdens een optreden in Naldwijk zal altijd een keerpunt blijven in het ziektebeeld van de zanger. Echtgenote Jet onthult hoe zwaar aangeslagen Rob was na die val. Die val was heel confronterend, geeft Henrietta toe in Primo. Rob kwam die avond echt verdrietig thuis. Plots doken er ook bij Rob twijfels op over zijn toekomst. Hij begon te twijfelen: moet ik dit nog wel doen? We hebben daar samen echt goed over nagedacht, maar ineens was die pandemie er. Wat betekende dat voor Rob de Nijs? Dat was zijn redding en tegelijkertijd ook niet, klinkt het eerlijk bij Jet in het Vlaamse blad Primo. Alles viel stil, maar een Parkinson patiënt moet blijven bewegen. Op dat moment stond er nog een toenemende 80 optredens op de planning. Rob's manager komt tussen beiden met een eerlijk antwoord dat zou waarschijnlijk niet gelukt zijn, geeft Frank Jansen eerlijk toe in Primo. Al zou Rob de Nijs uiteindelijk toch nog op prachtige wijze afscheid kunnen nemen van zijn publiek. En dat is zowel voor een artiest als voor de fans bijzonder belangrijk.